kijkers en luisteraars en welkom bij deze uitzending van TBN Yippie, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. En we moeten zeggen dat wij van Stichting Yippie geluk hebben, want deze uitzending die valt er op de zondag, de dag waarop wij steeds nieuwe uitzendingen hebben, nieuwe afleveringen hebben van Yippie. En het is kerstfeest, dus van hieruit willen wij dan ook een ieder Merry Christmas, zalig kerstfeest toewensen. En dat doen wij namens het totale team van Stichting Yippie, maar ook directie en personeel van Radio Trishul, Radio 9 en Televisie Trishul. De directie Kenneth en Marijke Rambali. Ik zei het al, dit is in het teken van kerst met de kerstsfeer. En we hebben een aantal donateurs bereid gevonden om te doneren, zodat we heel veel gezinnen blij hebben kunnen maken met de kerstdagen. En zo bedanken wij een anonieme ondernemer die prachtige pakketten heeft gedoneerd, waarmee wij grote gezinnen heel blij hebben kunnen maken. We bedanken deze donateur die nogmaals anoniem wenst te blijven, maar aan hem, zijn bedrijf en zijn gezin wensen wij prettige kerstdagen en het allerbeste voor het jaar 2023. Wij bedanken verder de 80-jarige Rajkumari Manichand Rampersad. Deze mevrouw die heeft er ook pakketten gedoneerd en we bedanken ook haar voor haar donatie. We bedanken een mevrouw die anoniem wenst te blijven, maar zij wordt er op 29 december 70 jaar en in het kader van kerst, maar ook met haar verjaardag, heeft zij er gemeend om te doneren. Ze is er van de commissaris Wijtingweg, leiding 5. Wij feliciteren haar alvast, wensen haar heel veel gezondheid en geluk toe in het leven. We bedanken Stichting De Doorbraak voor hun pakketten, waarmee wij ook een aantal gezinnen blij hebben gemaakt. En Stichting De Doorbraak, dat is dan van meester Vient, die wij ook de beste wensen geven voor de kerstdagen. Maar ook heel veel geluk en gezondheid voor de Stichting De Doorbraak in het jaar 2023. We bedanken onze vaste donateurs, Julfen Groep. Zonder directie en personeel van Julfen zouden wij het niet kunnen doen. Ze hebben het hele jaar door gedoneerd. En daarvoor onze hartgrondige dank aan directie en personeel van Julfen Groep. We bedanken onze vaste donateur, marktmeester Gautam Dhanai. Zonder zijn groentepakketten zouden wij het hele jaar door ook niets hebben kunnen doen. Wij bedanken hem en wensen hem ook het allerbeste voor de kerstdagen. Maar ook heel veel geluk, heel veel gezondheid en wijsheid voor 2023. Verder bedanken wij nog een andere anonieme donateur van de Andira Straat die er een aantal pakketten heeft gedoneerd. Wij bedanken u voor uw kerstgeschenk. We bedanken verder mevrouw Karin Wanner uit Amerika. Samen met haar vrienden heeft ze ervoor gezorgd dat we een aantal mensen hebben kunnen blij maken met rijst, met kippenboot, met truitjes en ook met kerstbrood. Zonder mevrouw Karin Wanner en haar vrienden zou dit dus niet mogelijk zijn. Vandaar onze hartgrondige dank aan hun, maar ook voor hun ondersteuning. We wensen hun ook het allerbeste voor het nieuwe jaar 2023. Daarnaast hebben we enveloppes met inhoud gekregen. En ook deze donateurs bedanken wij van harte. Wensen hun ook het allerbeste met de kerstdagen en voor het jaar 2023. Heel veel kijkplezier. Mevrouw Hanuman is een alleenstaande moeder en ook haar hebben we gemeend om met deze feestdagen te gedenken. En ze krijgt er van een anonieme donateur, mevrouw Hanuman, Ijon Barka, kerstgeschenken. Deze is een anonieme donateur op een naam namange, maar deel ze deel he. Donateur kan naam hier liggen he.
doe niet nou of Janneke, maar dat u weet wie de donateur is. Dit is een kerstkaart. Er is een kersttekstje. Groente he markmeester Gautam Dhanaike. Kerstbrood, haar truien, he mevrouw Karin Wanner uit Amerika. Toen kreeg een fijne kerst toe en ze met uw gezin. En u krijgt een zak rijst en een pak kippenbout, ook feestdagen gaat in. Door directie en personeel, Jules van Groepke aan de Quata. Meneer S, de heer S, op gaat het huis. Ik envelop met 500 SRD. En familie Soekdeel, ja, familie Soekdeel. Quata, Saharanpoerwegke, op gaat het huis. Ik envelop met 1000 SRD. Donateurs, kijk eens maar te bollen. Ja, bhai, jitna bhai aur bahin bhai sab hame pakket dee se, itna kado sab cheez, hum heel hartelijk dank bolli la. Aur us bhagwan us sab ke bhandar bhar rahe ki hum log garib logan ke iste doro happy kar rahe aur us sab ke baal bachche sab sada sukhi rahe. Aur heel hartelijk dank bolli la phir se aur jit u fine cares da ab moi se nawa baris mein aayega. Je ziet dat mevrouw Hanuman een beetje emotioneel is geworden, maar we begrijpen de emoties. We bedanken de donateurs ook voor alle donaties, dat we hiermee toch een aantal gezinnen blij hebben kunnen maken. En zo laat mevrouw Hanuman dan niet alleen bedanken, maar ze laat ook aan een ieder een fijne kerst toewensen. Ook de alleenwonende, heer Satyanand, maken we blij met deze kerst. En hij krijgt er van de Julven Groep een zak rijst van 10 kilo, een pak kippenbout. Dat is dan van directie en personeel van de Julven Groep aan de Quatta. En dat is dan voor meneer Satyanand. Groente van marktmeester Gautam Dhanai, van mevrouw Karin, een kerstbrood en ook nog een polo trui dat voor de feestdagen speciaal voor meneer Satyanand en van een anonieme donateur een prachtige tasje met een aantal lekkernijen, drank en andere geschenken voor mevrouw, voor meneer Satyanand. En we bedanken ook deze donateur. Een heer S, de heer S, een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. En Palwar Soekdeel uit Quatta, ja, Palwar Soekdeel van Quatta, 1000 SRD. Meneer Satyanand, kusmate bole, donateurske? Ja, bhai, hum, bhai Ganesh, Ram Ram sabke. Hum chote mein boli la, bahut lamba. Hum bahut se bahut dhanbaad dela, jitna donateur hai, jon paisa pathaisega, cash brood pathaise, tas mein ta lekar nahi hai, en khurunta jon pathaise, gosht pathawal hai, chaur pathawal hai. हम बहुत से बहुत धन्यवाद देला जितना जने पठाई से मिलके सबके बहुत से बहुत धन्यवाद देला कोटि-कोटि प्रणाम करिला और भगवान उ सबके जीव जांगर बनाए रखे लड़कन बाल गोपाल सदा सुखी रहे सबके सेखन हमार कंते से आशीर्वाद जोन बोले है कि सदा सुखी रहे और ऐसे ही गरीब दुखियन के मदद करते रहे बीमारियन के उ सबके हजारों लाखों बार दुगना हजारों बारों लाखों बार मिलेगा उ सबके ऐसे ने मदद करते रही और यही मात्री बोले और तू लोग के भी बहुत धन्यवाद दिला कि इतना मेहनत करे है घर घर सबके जोन पहुँचाओ हो बहुत से बहुत धन्यवाद दिला आप लोग के ऐसे ही भगवान आप लोग के बनाए रखे और ऐसे ही मेहनत करते जाओ इतना आशीर्वाद पाइयो कि आप लोग जान ना पाइयो कि कौन आशीर्वाद कौन चीज कितना खोलोग भगवान तो आप लोग के देवे और दोना तो लोग के जी भाई या कॉर्ड समगेवात कॉम्ट दरप नेर इन फेटे schieten woorden, meneer Satyanand tekort. Zoveel dank brengt hij uit aan de donateurs voor het feit dat hij kort voor kerst dit alles heeft mogen ontvangen. Van geld tot rijst, tot kippenbout, groente, geschenk, kerstbrood. Nou, hij is er heel erg dankbaar, maar ook dankbaar richting Stichting Jipide, richting ons, dat wij dit helemaal tot aan huis voor hem hebben gebracht. En daarvoor vraagt hij ook de zegeningen van de Almachtige, dat niet alleen de zegeningen mogen rusten op Stichting JPD en op de donateurs, maar in feite op alle anderen die de stichting ondersteunen. En mag ik namens alle donateurs, dan meneer Satyanand, ook hele fijne kerstdagen toewensen.
ook gezin Ramkelaven, gedenken wij met de kerstdagen. En zo krijgt de heer des huizes, meneer Ramkelaven, dan van een anonieme donateur. En dat is dan dat prachtig mandje. Meneer Ramkelaven, John Juan mandje, he, Barkawala. Met lekkernijen en heel wat andere spullen. Op het heil ik donateur, John op een naam namange. Hij wenst anoniem te blijven, maar deelt ze het heil. Arab gaat het heil, heb ik karta, kerstkaart met een tekst erop, alstublieft. Een zak rijst, dat is afkomstig van Julfen. Pak kippenboot van mevrouw Karin Wanner en vrienden. Ja, van mevrouw Karin Wanner hebben we verder ook nog truitjes voor meneer Ramkelaven. Dat is dan in dat tasje hier. En verder krijgt hij ook nog een kersbrood. We hebben ook nog verse groenten van marktmeester Gautam Dhanai. Dat is dus dan de kerstdonatie aan gezin Ramkelaven. Mevrouw Mila, ijon feestdagen hij. Wat hij is ik envelop met 300 SRD, alstublieft. De heer S, ja, meneer S, wat hij ik envelop met 500 SRD, alstublieft. En Palwar Sukdeel, kwatase, ja, Palwar Sukdeel, 1000 SRD, alstublieft. Meneer Ramkelaven, in de donateur John Ba, kusmate bolle. Ha, zeker, ja, ik wil u allemaal heel erg dankbaar delen. Jo laike chit wo hame dei sai ka phir bhi halon ego baat boli hai halon hindu dharm mani hai ga to ta hum aadmi log se puchhe logan bhagwan dekhle hai ga to koi na boli bole na dekhi se ma hum bhagwan dekh liya aur jo is sab chidwan pathai se sab to yahi sab ke bole hai bhagwan bhagwan koi ke burai kaam na kare hum jai log sab ke bavais bar hai ga ye bhagwan pathai se jo sponsor mein pathai se bhagwan ab ganesh bhai ga bhagwan ne kaam sab kare hai ga aur director jo hai ga jo bole hai ga tab sahi baat boli aage paache se ye sab swayam bhagwan pathai jo sponsor won de sahi ga to sab sunat hoi ga zarur bhagwan ke sa bhagwan is likhila aur bhagwan khali garib aadmi ke madad kare hai ga और जैसे आप बात करें डायरेक्टर है कि अपन कमाई से अपन पैसा से रहेगा तो कब भगवान ये सब देखेगा Het kwam erop neer, zegt meneer Ramkelaven, heel filosofisch, heel mooi. Hij zegt, wanneer je gewoon aan mensen vraagt van, heb je God gezien? Dan zeggen mensen van, nee, ze hebben hem niet gezien. Maar dit is het voorbeeld van dat in elke donateur, in elke persoon die dan gedoneerd heeft, dit is het werk van God, zegt hij. Dit is wat God doet, zegt meneer Ramkelaven. Hij bedankt verder Stichting Jepide. Hij bedankt de directeur, de heer Kenneth Rambali en gezin, voor het feit dat hij tijd nog moeite bespaart, zijn eigen kosten maakt, om dit allemaal mogelijk te maken. Verder wenst hij ze ook allemaal hele fijne kerstdagen. Dat zeg ik ook aan hem. Namens al deze donateurs wens ik ook aan mevrouw Ramkelaven, aan meneer Ramkelaven, maar ook aan de kinderen wensen wij hele fijne kerstdagen. En het allerbeste voor 2023. Meneer Ramkelaven, je nahe donatie. Ham sotil i feestdagen mee. Aplogon. Mooi ze gebruiken. Ja, zeker toch. We hebben het al gebruikt. We hebben het al gebruikt. Ja, we hebben het al gebruikt. Oké. Zalig kerst. Ja, 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 zalig kerst. और जो ने बतिया हम बोल चुके हैं ये सब खाली भगवान ही सब काम कर सके है या एगो राक्षस काम ना कर पाए वो हमें उल्टे ही मारे है या मां ये भगवान के काम है भगवान इसी सब के हम देख ही बवेश बार है या तो ऐसे ना बहुत बहुत धन्यवाद लोग के डायरेक्टर लोग के सब को के था Zijn er ook bij weduwe Jagai die we dan blij maken met een van de tassen van Stichting De Doorbraak van meester Vient. En we bedanken meester Vient dat een stichting een andere stichting ondersteunt. Mooi gebaar meester Vient. En er zijn er levensmiddelen daarin, maar ook kerstbrood voor de komende kerstdagen. En zal ik dan tenminste de kerstbrood symbolisch overhandigen aan mevrouw Jagai. Mevrouw Jagai, alstublieft. Chor Jonhe, op het huis Julfen Groep. Ook haar directie en personeel, ook haar Malik. Haar kippenboot, mevrouw Karin Wanner, op het huis.
Nederland Den Haag ze, ik mevrouw, een anoniem mangere hier, maar ze doneert in verband met haar verjaardag, ja, Den Haag, Nederland. Mevrouw wenst anoniem te blijven, maar ze doneert in verband met haar verjaardag. Wij feliciteren ook deze mevrouw, alsjeblieft, ik envelop. Ik envelop Rinesh en Warsjake. Ja, Rinesh en Warsja, ik envelop het huis. En Palwar Sukdeel, Kwatake, voor de feestdagen, Abkat het huis, 1000 SRD, alsjeblieft. Donateurske, dus maar te bolle, ja. Donateurske, maar te bolle, dat u pakket op het huis kan maken. Meester Vien. Meester Vien, heel hartelijk bedankt voor het pakket op het huis. Heel hartelijk bedankt. Feest ook een heel hartelijke feliz kerst. Ja, ik ook, mevrouw Jagai. Hele fijne kerst namens alle donateurs. Die werken die mooie manalie. Tja, en nou wat is met dat ik hoor. Vind ze kahoe. Ja, heel hartelijk bedankt. Mevrouw Berghaven, we zijn er bij u omdat we nu gaan richting de kerstdagen. En we weten dat u er alleen voor staat, u alleen bent. Dus we wilden ook een beetje dat kerstplezier en de vreugde van kerst met u delen. En dat dankzij donateurs. Zo hebben we dan Stichting De Doorbraak van meester Vient. Van wie u dan een tas krijgt met levensmiddelen. Maar ook een kerstbrood van Stichting De Doorbraak, alsjeblieft. U krijgt van marktmeester Gautam Dhanai zijn welbekende groentepakket, zodat u de nodige vitamintjes binnen kan krijgen. Want u zei me daarnet in het voorgesprek, u bent een beetje grieperig. Veel groente eten, gaat u dus die nodige boost en die nodige vitamine geven. Van mevrouw Karin krijgt u een prachtige polo shirt dat u mag dragen met kerst. En van haar krijgt u, ook van mevrouw Karin Wanner, krijgt u een polo shirt, maar ook een pak kippenboot. Ja? U krijgt van Rinesh en Warsja, ja, Rinesh en Warsja, een enveloppe, alstublieft. U krijgt van een mevrouw uit Den Haag, Nederland. Zij wenst anoniem te blijven, maar ze doneert in verband met haar verjaardag. We feliciteren ook deze jarige mevrouw, ook een enveloppe namens haar. En van familie Sukdeel in verband met de feestdagen. Familie Sukdeel uit Kwata, 1000 SRD. Alsjeblieft, wil u wat zeggen aan alle donateurs? Oh, meneer Ganesh, ik moet wat zeggen voor al die donateurs. Allemaal, voor het hele jaar. Ze hebben voor ons gezorgd. Echt wel, en ik ben echt blij dat ik op je lijst sta. Je staat op de lijst van de donateurs. Want zonder hun zouden we het ook niet kunnen doen. Ja. En ik ben heel blij. Ik dank aan ieder. En iedereen dat heeft gesponsord. Ik bedank aan iedereen. En voor van feestdagen moet ik zeggen. Prettige feestdagen. Zalig uitzenden. En een gelukkig jaar. Ook eenzelfde voor u. Mevrouw Berghaven. Mogen het een gezegend afsluiting voor u worden met een gezond, gezegend en succesvol 2023. Ja. En laten we zien waar het jaar ons brengt en dat we dan elkaar weer dan heel gauw terugzien. Ja. Is goed, dankjewel. En ik hoop hetzelfde ook. En ook prettige feestdagen voor jullie beiden. Ja. Mm-hmm. En je gezin. Dankjewel. Oké. Maar Santoki, die krijgt er ook één van de donaties van de mevrouw die anoniem wenst te blijven. Maar ze is woonachtig aan de commissaris Wijtingweg, leiding 5. En op 29 december wordt ze 70 jaar en zij doneert dan een laken, een zak rijs van 10 kilo en ook nog een enveloppe voor mevrouw Santoki. Verder hebben wij van een anonieme donateur een prachtige tas met een kerstgeschenk voor oma Santoki. En verder krijgt ze er een kerstbrood en ook nog een trui van mevrouw Karin Wanner uit Amerikaan kerstbrood. En een trui van Yoga School Livorno in verband met hun 15-jarig bestaan onder leiding van Cecile Bidessi.
Ja, yoga school Livorno in verband met hun 15-jarig bestaan onder leiding van Cecile Bidissi. En heeft gevraagd dat we dit geven aan een senioren burger. 400 SRD voor oma Santoki en oma de Krechter van familie Sukdeel uit Kwata, Saharanpoorweg, een enveloppe met 1000 SRD. Groente, zei ik al, van marktmeester Gautam Dhanai. Kusmate bole, mevrouw Santoki, sap donateurke. Sap kebe, u karila, bhagwan tulukke, ju janger baniya se rakke. Sap koi phulo phalo, ka bole, de de tij pe thai se malik banaye re, sap ke bhagwan, bachchan ke bhi, sap jitna ladka urka chota pada. Sap koi ke rachha kariyo bhagwan. Oma Santoki laat op haar wijze alle donateurs van harte bedanken voor alles dat ze er heeft gehad. Dat de zegeningen van de Almachtige niet alleen op hun mag rusten, maar ook op hun kinderen en kindskinderen. En namens al deze donateurs wens ik dan ook oma Santoki, Aji Santoki, dan ook gezegende kerstdagen en een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Met de kerstdagen in zicht maken wij ook meneer Jagroep blij. Meneer Jagroep, die is half verlamd en alleen wonend. En vandaar dat we dan ook dit gebaar naar hem toe maken. Zo krijgt hij van een anonieme donateur een prachtige kerstgeschenk met een kerstkaart, Merry Christmas, en wat teksten erop. Verder een pak kippenbout, en dat is dan afkomstig van mevrouw Karin Wanner en Friends. En van dezelfde mevrouw ook een kerstbrood en een mooie polo shirt voor meneer Jagroep. Ja, dus kippenbout, kerstbrood en trui, dat is afkomstig van haar. En van een mevrouw die op 29 december, meneer Jagroep, die mevrouw John Pathijsdorp gaat deken, Chaur, haar ik envelop. Ja. Deze mevrouw wordt op 29 december 70 jaar, haar mevrouw rege, leiding 5, commissaris Wijtingweg, op gaat Pathijs ik envelop, een laken en ook nog een zakreis van 10 kilo. Ik anoniem heer SS, op gaat Pathijs ik envelop, alstublieft. Haar Palwaar Sukdeel, ja, Palwaar Sukdeel Kwatake, feestdagen gehad, op het huis, ik envelop met 1000 SRD. Kusmate bole, donateurske? Jetana jane, ja, doneer kari sabke, hem bouw dhanbaad deela, jo nou 70 jaar ke hoiga farjari, oke feliciteer karila, aur u al deze chaur laken, aur kersbrood, aur ego deze ka boutu, और एको पैकेट हुआ सबके हम बहुत धन्यवाद दिला Meneer Jagroep laat al de donateurs van harte bedanken voor hun donatie. Hij is dankbaar, erkentelijk voor alles wat hij heeft gehad. En namens al de donateurs, maar ook namens Stichting Jepide, maar ook namens mijn persoon en cameraman Raj, wensen wij dan meneer Jagroep ook een gezegende kerstdagen, een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Ja, dan hoelang ik hem ook erila. Zalig uiteinde voor kerst. Ook mevrouw Sadal, oftewel weduwe Sadal, maken we blij met de kerst. En zo krijgt ze dan van een anoniem mevrouw van leiding 5, commissaris Wijtingweg. 29 december wordt deze mevrouw 70 jaar en ze doneert er een zakrijst van 10 kilo, een laken voor mevrouw Sadal en ook nog een enveloppe van deze mevrouw die 70 jaar wordt. Van een anonieme donateur, een prachtige tas met kerstgeschenk voor mevrouw Sadal. En u ziet het, er is ook een kerstkaart erbij met Merry Christmas. En van mevrouw Karin Wanner krijgt mevrouw Sadal dan ook een pak kippenbout. Namens Karin Wanner en Friends een pak kippenbout, kerstbrood en ook nog een polo shirt. Van een anoniem heer krijgt zij ook een donatie. En van Palwaar Sukdeel van de Kwata, ja, familie Sukdeel van Kwata,
8000 SAD. Kusmate bolle, sub donateurke, mevrouw Sadal. Zakke bouw dan laat. Ja, mevrouw Sadal. Ja, mevrouw Sadal is altijd iemand van weinig woorden, maar ze laat van harte bedanken. En ze zegt ook zalig kerst aan al de donateurs, maar ook vanuit Stichting Jipide. En al de donateurs wensen wij ook mevrouw Sadal hele fijne kerstdagen. Mevrouw Santa Kumari Sitaram, die krijgt er van een mevrouw die anoniem wenst te blijven, van de commissaris Wijtingweg, leiding 5, die op 29 december 70 jaar wordt. Van haar krijgt ze een laken cadeau en ze krijgt er ook een zakreis van 10 kilo en ook een enveloppe met 200 SRD. Verder krijgt ze van een anonieme donateur een prachtige mandje met van alles en nog wat. En ook nog een kerstkaart met de beste kerstwensen. Van mevrouw Karin krijgt ze een kerstbrood en ook nog een mooie polo. Mevrouw K. Jadunat Narain stuurt voor haar SRD 400 uit Nederland, 86 jaar. En familie Anand raamt haar huis. Meneer Anand is 50 jaar geworden, dochter Drishti Ramdaras 15 jaar en op 21 november is hij ook 24 jaar getrouwd. Dus drie belangrijke momenten in het leven van Anand Ramdaras. Hij is er 50 jaar, dochter is 15 jaar geworden en hij is 24 jaar getrouwd en hij stuurt 500 en namens de heer S voor de feestdagen 500. Kusmate bolle, sub donateurke? Na donateur, je partijse, je Hollandse, je kiespartijse, je bluespartijse, subke bot dankjewel, op heigenes, toe, hartelijk feestjaar, mooi kerst, meneer, en nieuw jaar, hartelijk feest, dankjewel. Toch meneer, feestdagen mooi zijn, tja. Mevrouw Binda, die krijgt er ook namens onze donateur, die anoniem wenst te blijven, een prachtig kerstgeschenk. En dat is dan het mandje hier met nog alles, van alles en nog wat. En van deze donateur, wiens naam hier staat, maar dat is alleen bestemd voor u. Hij wil anoniem blijven en hij stuurt er een kerstkaart met een kerstwens voor u daarin. Verder krijgt u van marktmeester Gautam Dhanai zijn welbekende groentepakket. En van mevrouw Karin en haar vrienden krijgt u een pak kippenboot. U krijgt er een kerstbrood en u krijgt er voor de feestdagen ook een trui van haar, een blouse van haar. Zodat u dat op de feestdagen kunt aantrekken. U krijgt van de heer S een enveloppe met 500 SRD. En van familie Soekdeel van Quetta Saharanpoerweg een enveloppe met 1000 SRD. Alsjeblieft, wilt u wat zeggen aan alle donateurs? Ja. Ik bedank aan ieder die op welke wijze op dan ook mij heeft, aan mij heeft gedacht en al zoveel dingen voor mij heeft gestuurd. Ik ben al die namen alweer vergeten, maar bij God, ik bedank aan ieder op welke wijze dat iedereen mij denkt in deze moeilijke tijd. Ze doen ook moeite om elk stuiver te sparen om andere mensen te helpen. Hè? En dat is heel hartelijk welkom. Ik bedank aan ieder nogmaals. Laat God hun ook zegenen, hun gezin, hun kinderen. En bijvoorbeeld een prettige feestdag en gezondheid. En laat ze op dezezelfde manier weer doorgaan. Op welke wijze ze ook arme mensen helpen en zo. Want het is altijd voor ons welkom. Ja, mag ik u namens al de donateurs, maar ook namens Stichting Jipide, mevrouw Binda, aan u en uw gezin, dan ook hele fijne feestdagen toewensen. Ja, namens mij ook aan Jipide en Trisul en TB en iedereen. Ik bedank aan ieder heel hartelijk dat jullie aan mij denken. En altijd op welke wijze dan ook een en ander voor mij brengen. Heel hartelijk en een goede kerst en straks een zalig uiteinde. We staan er op het woonadres van mevrouw Lea McLean en dit is nou de situatie van deze familie. Het huis is ingestort
En ja, hierin blijven ze doorwonen met alle gevaren van dien. Vandaar dat ik hiervoor extra aandacht vraag. Of het nou van overheidswegen is, of het nou van private personen zijn. Om de familie Lea McLean toch wel te helpen. Met hoeveel blijven jullie in het huis, mevrouw? 7 personen. Maar dit kan elk moment instorten. Jawel, zeker. En toch blijven jullie erin? Ja, samen te doen. U bent niet bang? Ja, vooral in de avonturen. Hij wordt ook nat. Wanneer het regent. Ja. Nou, het adres hier, wanneer mensen misschien op de een of andere wijze jullie toch willen ondersteunen? Ja, zeker. Ja, ja. Wat is het adres? Beekhuizenweg nummer 62. Ja, Beekhuizenweg 62. Ja, 62. Mensen, als u dus het gezin Lea McLean, wiens huis is ingestort. En wanneer is dit gebeurd? Wel, bijna twee maanden. Bijna 2 maanden. En jullie hebben van nergens hulp gehad? Nee. Zeker niet. Ook kinderen zijn in het huis? Twee kinderen. Nou, nogmaals, of het nou van overheidswegen is, of het particulieren zijn die op enige manier kan ondersteunen. U ziet het gevaar die dreigt. Zij hebben er wat zinkplaten en andere zaken gezet, zodat ze toch nog in het huis kunnen blijven. Maar ik bedoel, dit kan elk moment gewoon instorten met alle gevaren van dien. En we dachten ook deze mevrouw, we reden er langs. En we dachten van, we kunnen hun niet zo laten met kerst. Vandaar dat we dan hier zijn gestopt. En we geven haar namens een van onze donateurs die anoniem wenst te blijven. Dat is dan dat mandje met nog alles en nog wat erin voor de kerstdagen. Met een kerstkaart, mevrouw Lea. Ja, dat is dan, ja, dat is van de donateur daar. Van een andere donateur krijgt u dit prachtige tasje met wat kerstgeschenkjes erin. U krijgt van mevrouw Karin een kerstbrood, een blouse en ook een pak kippenbout. Ja, dat allemaal van mevrouw Karin. U krijgt van een mevrouw, die een persoon die anoniem wenst te blijven. Ja, anonieme donateur. 500 SRD, alstublieft. Hartelijk dank. Ja, u krijgt namens de heer S. Ja, de heer S. een enveloppe met 500 SRD, alstublieft. U krijgt van mevrouw Rinia Yangali een envelop, alstublieft. En u krijgt van K. Jadunat Narain. Deze mevrouw woont in Nederland, 86 jaar. Ja, K. Jadunat Narain, 86 jaar Nederland. En u krijgt van deze mevrouw 400 SRD. En nog allemaal wensen u en de overige mensen die in dit huis wonen dan ook hele prettige kerstdagen. Ondanks dat jullie onder deze omstandigheden moeten wonen. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, ik wil ze hartelijk bedanken en ik ben zeer ingenomen en ben ook verrast. En aan de donateurs wens ik ook prettige feestdagen. Ja. U ook, prettige feestdagen. Ja? Ja. Is goed, dank u wel. Wij gedenken ook de alleenwonende, meneer Damri, ja, de alleenwonende, meneer Damri, gedenken wij ook met deze kerstdagen. En hij krijgt er van Stichting De Doorbraak een levensmiddelenpakket met van alles en nog wat erin. Ook een kerstbrood zit erin voor meneer Damri. Van mevrouw Karin krijgt hij, Karin Wanner en vrienden, krijgt hij een pak kippenbout en ook nog een mooie poloshirt. En van een mevrouw van de commissaris Wijtingweg, leiding 5, die op 29 december 70 jaar zal worden, een zak rijst en een enveloppe, alstublieft. Ik, Jenny, doe op een dealse deal, op een naam namange, maar ik enveloppe het haal met 500 SRD, alstublieft. En de heer S, meneer S, op het huis, ik envelop met 500 SRD. Kusmate bole, donateurske, meneer Damri. Bout hier dus, dhanyavaad hai. Jeje pathai se sab chij, bol le. Jeje pathai se sab ke bahut bahut dhanbaad hai. Hum aasa kare rahe li ki kers wale koi aai jarur. Aai jun mo phrogua holantos pathai se. Wo ke bahut dhanbaad hai, mahu kahe nakche na mange aave. अरे
माचा जोन करी से बहुत हृदय से धन्यवाद है और जोन चीज पठाई से हम बहुत बरीती बाटी भगवान करे उनकर सब भरा रहे अन धन से घर भरा रहे और गरीब दुखिया के भी ख्याल करे। Meneer Dammery, laat alle donateurs van harte bedanken dat men toch wel omkeek naar hem, sociaal zwakkere, zegt hij. Hij bedankt hun, vraagt de Almachtige de zegeningen voor deze donateurs. En hij zegt er dat een van de anonieme donateurs uit Nederland, waarom ze in feite niet aangeeft wie ze is, maar wie ze ook mag zijn, zijn hartgrondige dank voor het feit dat hij meneer Dammery wil ondersteunen. Nogmaals, namens alle donateurs, maar ook namens Stichting Yipide, wensen wij meneer Dammery hele fijne feestdagen. Voor meneer Pardeep is het jaar 2022 toch niet een al te makkelijk jaar geweest. Want het is dit jaar geweest dat hij zijn enige zoon, tienerjongen, heeft moeten verliezen. Als gevolg van verdrinking is de jongen dus doodgegaan. En hij woonde samen met de vader hier. Voor de mensen die meneer Pardeep kennen uit de programma's van Stichting Yipide. Hier heeft er een houten woning gestaan, huis op Neuten. Maar door ondersteuning vanuit die samenleving hebben ze dit voor hem kunnen neerzetten. Waar hij dacht hier met zijn zoon te blijven, blijft hij er dus nu alleen daarin. En we dachten ook om hem met deze feestdagen dus te gedenken. Van Stichting De Doorbraak van meester Vient krijgt hij een tas met van alles en nog wat. Er zit ook een kersbrood daarin. Ja, meneer Pardeep, een kersbrood. U krijgt van een andere donateur deze mooie tas met ook wat kersspullen erin. En van mevrouw Karin en haar vrienden krijgt u dus een pak kippenboot. En u krijgt ook een trui. Die trui die u hier heeft gezet, dit krijgt meneer Pardeep ook. Van mevrouw K. Jadunat Narain, 86 jaar. Hier mevrouw, op gaat het huis, ik envelop met 400 SRD, alstublieft. Ja, dank je wel. Rinesh en Warsha, op gaat ik envelop het huis. Ja, meneer Rinesh en mevrouw Warsha. En de heer S., op gaat het huis, ik envelop met 500 SRD. En namens alle donateurs, meneer Pardeep, ook zalig kerstfeest. Kusmate bolle, sub donateur. Ik heb ook zo'n hoezap van kikhal karis. पठाइस हमार कतिन तो बड़ा उस के भी क्या समझ मनाई दिन जब सब से बाकी रहे हम तब बेटो आलास कर ली सब वो वही गया अब वही के कार भाटी हम वही तनी मनु बने अब क्या उस समा के से तू डाको छवाई मखली वो लाती काम बा कोई ये पी करे बा ना ऐसे कोई ना करे बा बस आगे से हम लोग करे रिले यही मटेरियल चल मिला ना वो तो वही में से कह रहे हैं अब एक बार कमती है टीन टीन कमती है यही अब संभाल के तनी से जाए वही नाउ व्हाट मनीर Pardeep aangeeft, hij had er nog wat materiaal over. Dus daarom dus dat de dakbedekking er nu zal komen. Maar hij heeft er nog geen zinkplaten. Maar we hopen dat de zijner tijd door donateurs die kijken naar dit programma, dat ook rond mag zijn. Dat hij dus dan letterlijk een dak boven het hoofd mag hebben. Maar nogmaals, namens alle donateurs wensen wij meneer Pardeep en ook namens Stichting Yipide zalig kerstfeest en zalig uiteinde. Gezin Sadhana gedenken wij met deze feestdagen. En mevrouw Sadhana, die krijgt er van een anonieme donateur. Die is een ondernemer, maar hij wil het daarbij laten. En van hun krijgt, of van hem krijgt mevrouw Sadhana een prachtige mandje met nog alles en er wat erin. Voor haar en haar 7 kinderen. En ook nog een kerstkaart krijgt mevrouw Sadhana. Verder kreeg mevrouw Sadhana van marktmeester Gautam Dhanai, kreeg zij dan de welbekende groentepakket. Toch? En van Julfen een zak rijst van 10 kilo. Directie en personeel van Julfen kreeg zij een zak rijst van 10 kilo. En van mevrouw Karin een kersbrood.
Karin Wanner een kersbrood, een pak kippenbout en ook nog een trui voor mevrouw Zadena. En dat allemaal met de komende kerstdagen. Mevrouw Kali uit Den Haag heeft ons gevraagd dat we dit speciaal geven aan een gezin met kinderen. En we weten hoe hard mevrouw Zadena het heeft met haar 7 kinderen. Vandaar dat we haar dan de enveloppen geven van mevrouw Kali uit Den Haag. In mijn heer 1500 SRD, mevrouw Zadena, alsjeblieft. Namens de heer S. krijgt u ook een enveloppe met 500 SRD, alsjeblieft. En mevrouw Mila, voor de feestdagen, 300. Mama zal hieruit bombel voor je kopen. Ja? Is goed. Goed, maar te bolle aan alle donateurs. Ja, meneer Ganesh. Is op donateurs. We zijn hem hartelijk bedankt. We hebben heel dan bad. Feestdagen, we hebben een pakket. We hebben heel breed die bad. En we hebben sada is nee, garib dukhien ke taakje is nee, sabke steun in keren. Wie gaat de kerstliedje voor me zingen? Zij. Ja? Zij. Zij? Ja. Hey, jingle bell, jingle all the way. All the way, jingle bell. Ja. Je bent het vergeten. Ja? Oké. Ze zong jingle bell. Maar goed, mevrouw Zadena, namens alles donateur, namens alle donateurs, maar ook namens Stichting Jippide, voor u en uw kinderen, zalig kerstfeest. Ja, en jullie ook prettige kerstdag en prettig nieuwjaar. Zijn er ook bij huizen Lala en mevrouw Lala zal vandaag de donatie ontvangst nemen. Omdat meneer Lala op dit moment bij de dokter zit van meneer Lala, weten wij dat hij ziek is al geruime tijd. Vandaar dat we ook dan gekozen hebben voor gezin Lala. En zij kregen dan van een anonieme ondernemer dan het prachtige mandje met van alles en nog wat voor de feestdagen. En ook een kerstkaart met een kerstboodschap. Verder kregen ze van mevrouw Karin Wanner en haar vrienden een pak kippenbout. Een kersbrood en ook 2 truien, 2 polo shirts voor mevrouw Lala en meneer Lala. En verder is er van mevrouw Rajkumari, Manichand Rampersat, die 80 jaar is. 2 pakken pampers, volwassen pampers voor meneer Lala. Verder hebben wij van Martin, Joaquin en Shenairo uit Nederland. Ja, Martin, Joaquin en Shenairo uit Nederland. Een enveloppe met 400 SRD. Van mevrouw K. Jadunat Narain, 86 jaar Nederland. Ja, mevrouw K. Jadunat Narain, 86 jaar Nederland. 400 SRD. En de heer S. die doneert 500 SRD. En de kleinzoon die doet een beetje moeilijk. Kusma te bolle, sub donateurs, mevrouw Lala. Bolle la bahu dhanbaat heega. Hij zegt dat je maar admike. Aap loke bio. Is ne jori banai heega. Sub koike. Mevrouw Lala laat bedanken namens haar man. Ze laat alle donateurs bedanken voor de donaties die zij hebben gehad. En namens al de donateurs en ook namens Stichting Jippide wensen wij ook gezin Lala fijne feestdagen toe. Ook Hemant krijgt er van de donateurs de kerstgeschenken en waarom we voor Hemant hebben gekozen. Nou, Hemant die heeft er eens gewoond met vader en moeder, maar dit gezin is uiteen komen te vallen nadat de vader werd vermoord. De vader die werkte hier verderop bij, aan de Bommaweg als wachter en daar werd hij... Magenta Kanaalweg, correctie. Ja, aan de Magenta Kanaalweg, ietsje verderop, werkte hij bij een bouwmaterialenzaak als wachter. En daar werd hij dan zwaar mishandeld. En als ten gevolge van de opgelopen letsels kwam hij te overlijden. Kort daarna kwam de moeder te overlijden. En deze jongen, die ook ziek is, dat ziet u zelf. Maar hij heeft er ook een geestelijke achterstand. Maar ook hem willen wij graag blij maken met de geschenken die we hebben. Zo krijgt hij van Stichting De Doorbraak, van meester Vient, krijgt hij dan een tas met levensmiddelen. Van mevrouw Karin Wanner en vrienden krijgt hij een pak kippenbout, een kersbrood en ook nog een trui heeft hij gehad. Even trui oppakken. Ja, heeft hij ook een trui gehad. En van meneer Jwala Prasad Damri uit Nederland. Ja, meneer Jwala Prasad Damri uit Nederland. 300 SRD.
Verder van mevrouw K. Jadunath Narayan, die 86 jaar is. Mevrouw K. Jadunath Narayan, 86 jaar, 400 SRD, alstublieft. En namens de heer S, 500 SRD. Dat is dan voor Hemant. En namens al de donateurs wensen wij Hemant dan ook hele fijne kerstdagen, een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Ja? Oma Rasul Baks, die krijgt er van mevrouw Santa Bagwandin. En zij doneert in verband met de verjaardag van haar man. Ja, nogmaals, mevrouw Santa Bagwandin doneert er ook haar admike, janamdien. Ik had op het pathuis, ik zak het jaar, een zak reis van 10 kilo. Verder krijgt mevrouw Rasul Baks een pak kippenboot. Er is ook nog een pakket met uien, aardappel en ook nog kersbrood. En mevrouw Santa Bagwandin en haar echtgenoot, die wensen mevrouw Rasul Baks dan ook een gezegende kerst. En verder hebben we dan namens mevrouw Balsing Siumangal uit Nederland, Spijkenisse. Ja, mevrouw Balsing Siumangal. Spijkenissen Nederland, 500 SRD. En prettige feestdagen namens directie en personeel NV Thermotechniek. Ja, prettige feestdagen namens directie en personeel van NV Thermotechniek, 1000 SRD. En twee truien voor mevrouw Rasul Baks. Dat is afkomstig van mevrouw Karin Wanner en haar echt en mevrouw Karin Wanner uit Amerika. En een van de truien, dat is voor de wederhelft van mevrouw Rasul Baks. Kusma te bole, donateurke? Mange te bole, ik ben met jami da besa. Die dier pethai van mij, bahut bhagwan, loke bhalai kere. Die bokal hadbam paral ne. Ki garib admi ke dekhe. Bhagwan loke barakat kere. Ki okal baad bachan sukhi re. Mevrouw Rasul Baks laat de donateurs van harte bedanken. Vraag de Almachtige dat ze de donateur mag zegenen. Maar ook kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat ze allemaal gezegend mogen zijn. En nogmaals namens de donateur mevrouw Santa Bagwandin. Die doneert voor haar man die jarig is. Wensen wij oma Rasul Baks dan ook een zalig kerstfeest. Oma Cartorejo, die krijgt er ook een van de donaties van mevrouw Santa Bagwandin en haar man uit Nederland. Ja, mevrouw Santa Bagwandin. En zo krijgt oma Cartorejo dan een pak kippenboot, een pak melk. Ze krijgt er aardappel en uien en een kersbrood. Dat is dan voor de kerstdagen en een zak rijst van 10 kilo. En mevrouw Santa Bagwandin die doneert omdat haar man jarig is. We feliciteren dus de heer, ja, we feliciteren meneer Santa Bagwandin voor met zijn verjaardag en wensen hem het allerbeste toe. Verder krijgt oma Cartorejo van mevrouw Balsing Siumangal uit Spijkenisse, Nederland. Ja, Balsing Siumangal uit Spijkenisse, Nederland. Wat enveloppen oma, dan 500 SRD. En prettige feestdagen namens directie en personeel van NV Thermotechniek. Ja, prettige feestdagen namens directie en personeel van NV Thermotechniek en oma Kisi, ja, 1000 SRD. Je bent een takkie van Sani, oma? Ja, dus allemaal voor kerstfeest moet ik danken. Ja, maar een takkie danken, ja. Oké. Oké, ja. Ja. Mevrouw Ramadin, John Paket, he. Dat krijgt u van mevrouw Santa Bagwandin. En mevrouw Bagwandin doneert er, omdat ook haar pati, ook haar echtgenoot, ook haar janamdien he. Okay. En u krijgt er een pak kippenboot. U krijgt er een zak rijst van 10 kilo. U krijgt uien, aardappel en een kersbrood, omdat we gaan naar kerstfeest. En u krijgt een pak melk. Ja, dat is van mevrouw Santa Bagwandin.
die doneert in verband met de verjaardag van haar man. Mevrouw Balsing Siumangal, Spijkenisse Nederland. Ja, mevrouw Balsing Siumangal, Spijkenisse Nederland. Partij is 500 SRD, alstublieft. En prettige feestdagen namens directie en personeel. NV Thermotechniek, ik bedrijf in Charlesburg. Ja, prettige feestdagen namens directie en personeel van NV Thermotechniek, 1000 SRD. Kusma Tebole, Sabduna Turke. सबके मांगे रब बरका बरका धन्यवाद बोले भैया सबके गरीब दुखियन के ताके हैगा सब या तो वही बोलिए वो बीमारियां है भैया हम तो टेंगे टेंगे चली ला अबे सबे रह ली है दतरा में से सेंट फ्रांसिस चिकन है इससे हाँ हुआ हम हफ्ता में तीन चार बेर हमें जाइक पड़ जाएगा हाँ जैसा इसने है भैया इसने चले है अबे हम यहाँ बैठ के तुम्हार बात बतियाती है हम भाई बेटा से बोली भैया गणेश आई यही कोनो रोज और देखो आई के पहुंच गए लो बहुत धन्यवाद आपके भी और लड़का के भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत मफ्रो रमादीन दी लात द डोनेटर्स फ्रॉम हार्ट टू बदंकन ze geeft eraan dat ze net is gekomen van de dokter. Ze woont er met een zieke zoon van haar. En ze zegt nog vandaag zat ze te praten over Stichting Jepide. Of we zijn er gearriveerd. En ze is daarvoor heel erg dankbaar. En ze brengt er nogmaals haar dank uit namens de donateurs. Dat men toch wel omkijkt naar sociaal zwakkeren in de gemeenschap. En namens mevrouw Santa Bagwandin en haar man moet ik mevrouw Ramadin en zoon dan ook een zalig kerstfeest toewensen. Ja, ja, en sab koike hamar wensen haiga bhi, sab koike bhaiya ke bhi, tahar bhi, ghar prani ke bhi, sab koike. Heer Gogli, u krijgt er van mevrouw Santa Bagwandin en zij doneert omdat haar man jarig is, maar ze doneert ook in het teken van kerstfeest, want u krijgt van haar een grote kerstbrood, u krijgt aardappelen en uien, een zak rijst van 10 kilo, u krijgt verder een pak kippenbout en u krijgt ook een pak melk en dat namens mevrouw Santa Bagwandin. Die doneert omdat haar man jarig is. U krijgt er van mevrouw Balsing Siumangal uit Spijkenisse Nederland. Ja, mevrouw Balsing Siumangal uit Spijkenisse Nederland. 500 SRD, alstublieft. Ja. En u krijgt namens de prettige feestdagen, namens directie en personeel van NV Thermotechniek. Dat is een bedrijf te Charlesburg en terwijl in de Keisoistraat. Ja, prettige feestdagen namens directie en personeel van NV Thermotechniek. En van hun krijgt u 1000 SRD. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Ja, ik wil mevrouw Bagwandin heel hartelijk danken. Voor de donatie dat ze gedoneerd heeft van mij. En dan wens ik haar en haar man ook gezegende kerstdagen. Een goede jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar. En dan wil ik haar man ook feliciteren met zijn verjaardag. Mogen de Heer hem zegenen. Kracht, gezondheid, wijsheid geven in zijn verdere leven. En mevrouw Siumangala. Ja, Spijkenisse. Ja, Siumangal, ja. Mevrouw Siumangal wil ik ook hartelijk dank zeggen voor haar envelop met inhoud. Dat zij ook een gezegend kerst mag hebben. En een goede jaarwisseling en een gezegend nieuwjaar. En het bedrijf op Charlesburg wil ik ook heel hartelijk bedanken. Al zijn personeel, directie, staf. Dat ze ook een gezegend kerst mogen hebben. En een goede jaarwisseling, gezegend nieuwjaar. En dat hun bedrijf mag groeien. En ik bedank ze allemaal. En ik bedank ook alle sponsoren, donateurs, die het hele jaar hebben gesponsord. Amen. En dat ze ook een gezegende kerst mogen hebben en een goede nieuwjaar mogen hebben. En jullie ook. Bedank ik ook heel hartelijk. Het hele jaar door doen jullie moeite voor mensen met een beperking, voor anderen die het niet zo breed hebben. Dat de Heer jullie ook mogen zegenen, een mooie kerst mag hebben met je familie. En een goede jaarwisseling. Tot
stellen we zeer op prijs. Ja. Dank u wel. Eenzelfde aan u, meneer Gogoli, dat u met uw familie ook hele fijne kerstdagen mag hebben. En een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde voor jullie ook. Mevrouw Feira, wij gaan op naar de feestdagen, met name de kerstdagen. En zo hebben we dan gehad een donateur die anoniem wenst te blijven. Maar van hem krijgt u een van de prachtige pakketten daar. Mandje met heel veel lekkernijen en andersoortige spullen erin die u allemaal heel goed kunt gebruiken. U krijgt ook van de anonieme donateur een prachtige tekst, vrolijke feestdagen. Met dank voor de prettige samenwerking voor het afgelopen jaar wensen wij u fijne feestdagen en een gezegende 2023 toe. Dit is namens de donateur. U krijgt een zak rijst van 10 kilo van een anonieme donateur. En u krijgt een kerstbrood van mevrouw Ashna, die u ook hele fijne feestdagen toewensen. Van mevrouw Balsing Siumangel uit Spijkenisse, Nederland. Ja, mevrouw Balsing Siumangel uit Spijkenisse, Nederland. Krijgt u een enveloppe met 500 SRD. Prettige feestdagen namens directie en personeel van Thermotechniek. Dat is een bedrijf te Charlesburg. En van hun krijgt u 1000 SRD. Wil u wat zeggen aan al de donateurs? Ja, ik wil ze heel hartelijk dank zeggen. En dat ze in 2023 het verder het werk voortzet om anderen ook blij te maken, weet u. En ik wens ze heel veel prettige feestdagen. Eigenlijk is zelf uiteindelijk nog zo ver, weet je, maar toch is het dichtbij, zou ik ze ook toewensen. En het allerbeste in 2023 met goede gezondheid, kracht van de heren, weet u toch, dat ze heel lang dit mag voortbrengen aan anderen toe. Niet alleen aan mij toe, maar ook aan anderen blij kunnen maken. En ook aan u ook. Dank u wel voor alles. Dat u toch nog, weet u, ons helpt hoe wij ook. Weet u toch? Ja. Helemaal graag gedaan. Mevrouw Feira, blij om u te zien en dat wij u ook toch hebben kunnen ondersteunen. Ja, mogen wij u ook namens Stichting Jippiede, dan ook hele fijne kerstdagen toewensen. Ja. Hoe gaan u hetzelfde en aan mijn broertje daar? Als mijn broertje. Dank u wel. Ja. Heer Kailash en gezin, we gaan op naar de kerstdagen. En zo hebben we dan gehad mevrouw Raj Kumari, Manichand Rampersad, in verband met haar 80ste verjaardag. U krijgt van deze mevrouw een goed gevulde tas met levensmiddelen. Dat is een grote tas daar met levensmiddelen. U krijgt toiletpapier, u krijgt een zak rijst en u krijgt een pak kippenbout. Voor uw broer die bedlegerig is, ja, voor uw broer die bedlegerig is, krijgt u een pak pampers, volwassen pampers. En ik wil u dus dit symbolisch overhandigen. Dat is dan kerstbrood met kaas. Dat is dus symbolisch voor deze periode. En de overige zaken, die zijn dan in de grote tas daar, die u krijgt van mevrouw Rajkumari Manichand Rampersad in verband met haar 80ste verjaardag. En nogmaals, ik zei het al, u krijgt van haar levensmiddelen, toiletpapier, rijst, pampers, kippenbout. En u krijgt verder van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Ja, een mevrouw die anoniem wenst te blijven, 500 SRD, alstublieft. En familie Kailash, u krijgt 1000 SRD. Dat is dan van een mevrouw uit Nederland. Jullie hebben donaties van haar ontvangen. De kinderen hadden hun cadeautjes ontvangen. Het is dezelfde mevrouw die haar naam niet wil doorgeven. Zij wenst anoniem te blijven. Maar voor de komende feestdagen krijgt u van haar 1000 SRD. Wil u wat zeggen aan mevrouw Manichand Rampersad en ook de overige donateurs? Mevrouw Manichand, dank u wel voor alles. En God zegent u. Dank u wel dat u mij hebt gesteund. En mevrouw die anoniem wil blijven, toch? Ze heeft wel contact met me gemaakt.
Dank je wel, want ze heeft me ook veel geholpen. Ik dank iedereen met me uit mijn hele hart. Ja, had je een kerstboodschap voor de mensen? Een zalige uiteinde en een gelukkige nieuwjaar. Dus prettige kerstfeestdagen en een gelukkige nieuwjaar voor iedereen. Ja, ook aan u, meneer Kailash. Ik hoop dat 2023 toch een jaar mag worden waar u meer gezondheid hebt. Dat uw kinderen ook allemaal gezond en wel kunnen opgroeien. Ook voor uw echtgenoten wensen wij u allemaal hele fijne feestdagen. En ik zou zeggen dan weer naar het volgend jaar. Ja, dank u wel meneer Ganesh. Ik ben echt blij dat mensen mij hebben geholpen. De donateurs, nogmaals hartelijk dank voor iedereen. Meneer Giovanni, we zijn er bij u omdat we gaan naar de kerstdagen. We hebben een donateur gehad die een pracht van een pakket voor u heeft gestuurd, zoals u dat ziet. Met heel veel lekkernijen en heel veel spullen voor u. En hij wenst u vrolijke feestdagen. Met dank voor de prettige samenwerking voor het afgelopen jaar wensen wij u fijne feestdagen en een gezegende 2023 toe. En we hopen dat voor u het toch wel een gezegend jaar mag worden, 2023 alstublieft. Van mevrouw K. Jadunat Narain. Deze mevrouw woont in Nederland. Ja, mevrouw K. Jadunat Narain, krijgt u een enveloppe met 400 SRD, alstublieft. Van een mevrouw die anoniem wenst te blijven, krijgt u 500 SRD, alstublieft. En van de heer en mevrouw Anand Ramderes. Meneer Anand is 50 jaar geworden. Zijn dochter Drishti is 15 jaar geworden. En meneer Anand is ook 24 jaar getrouwd. En dat allemaal op één datum, 21 november 2022. Dus op die dag is meneer Anand 50 jaar geworden, Anand Ramderas. Zijn dochter Drishti is 15 jaar geworden en hij is ook 24 jaar getrouwd. En u krijgt van hem ook 500 SRD. U krijgt een zak rijst van een anonieme donateur. Dus toch wel een aantal spullen, meneer Giovanni. Ja, en voor de mensen die het niet weten, meneer Giovanni, die is er beland in een rolstoel na een aanrijding. Vandaar dat we toch ook voor hem hebben gekozen om hem met deze feestdagen zijn dagen toch een beetje op te fleuren. Ik ben wat Takwansani, meneer Giovanni. Ik wil die mensen bedanken en vrolijke kerstdag. En ik ben echt dankbaar. Ja, dankjewel. Ja. U ook, hele fijne kerstdagen. Ja? Ja. Oké. Dit is mevrouw Suzanne met haar kinderen. En mevrouw Suzanne, die krijgt er van een anonieme donateur. Ja, mevrouw Suzanne, u krijgt er van een anonieme donateur. Krijgt u een mooie beddenlaken. Ja, voor de feestdagen een beetje opfleuren. Een zak rijst van 10 kilo. En u krijgt van deze donateur ook een enveloppe met 200 SRD en het is een anonieme donateur van leiding 5 die op 29 december 70 jaar wordt. Ja, dus een anonieme donateur, leiding 5, commissaris Wijtingweg, 29 december 70 jaar, alstublieft. En u krijgt een mandje vol met lekkernijen en andersoortige spullen van een donateur die anoniem wenst te blijven. En van deze donateur krijgt u ook een kaartje met een tekst erop voor u en uw gezin. En hij wenst u en uw gezin ook hele fijne kerstdagen. Namens de heer R, ja, de heer R, gezinnen met kinderen. Ja, namens de heer R, gezinnen met kinderen. 350 SRD, u hebt er een aantal kinderen. Dus u krijgt van meneer R een enveloppe met 350 SRD. Prettige feestdagen namens directie en personeel van NV Thermotechniek. Dat is een bedrijf te Charlesburg. En ze hebben gezegd dat ik het ook moet geven aan gezinnen met kinderen. Zodat u toch wat kunt doen voor de kinderen met de feestdagen. 1000 SRD alsjeblieft. Wilt u wat zeggen aan de donateurs? Ik wil hartelijk bedanken aan alle donateurs en vrolijk kerst.
Ja, ook aan u en uw gezin, namens alle donateurs, maar ook namens Stichting Jipide, hele fijne kerstdagen, ja? Ja. Ook de alleenwonende, mevrouw Keeseri, krijgt er een van de prachtige pakketten van een anonieme donateur. Mevrouw Keeseri, ik doe een pakketje. Ik donateur op het huis, op een naam namange, TVP. Maar ik heb een naam hier liggen. En ik heb een prachtige kerstkaart op het huis, met een prachtige tekst voor u, alstublieft. U krijgt een kerstbrood voor de kerstdagen ook, van mevrouw Ashna. En u krijgt van mevrouw Mila, ja, mevrouw Mila, op het huis voor de feestdagen. Ik envelop met 300 SRD, alstublieft. Mevrouw K. Jadunat Narain uit Nederland, die mevrouw is 86 jaar. Ja, mevrouw K. Jadunat Narain, op het huis 400 SRD. En namens de heer en mevrouw Anand Ramderes, meneer Anand, behal 50 jaar. Okar Bitya Drishti, behal 15 jaar. Ar Ohirochpe, meneer Anandke, Shadi, behal 24 jaar. Dus drie belangrijke momenten in het leven van meneer Anand Ramderes. Hij is er 50 jaar geworden. Dochter Drishti is 15 jaar. En hij is 24 jaar getrouwd. En op het huis, ik envelop met 500 SRD. Kusmate bolle, donateurske. Natuurlijk ze behoed dan baat deel, dat je zo'n markt betalen. Pagwaan ze op je kamai me behoed barakkat dewe. Oor, hij zei, 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 kort samengevat, mevrouw Keeseri laat de donateurs van harte bedanken. Vraagt de zegeningen van de Almachtige voor al deze donateurs. En ze wenst verder hele fijne feestdagen aan al deze donateurs. Verder sprak ze over haar gezondheid. U ziet het, ze moet het doen met een rollator. Ze kan er heel moeilijk lopen of een stok daar waarmee ze loopt. En namens al deze donateurs, maar ook namens Stichting Jipide, wensen wij mevrouw Keeseri dan hele fijne feestdagen. Ja. We zijn er bij de heer Sanjay, die er samen woont met zijn zus. En ook hun gedenken wij met de kerstdagen. En ze krijgen als eerste een kerstbrood van mevrouw Ashna. En zalig kerstfeest, bolle mevrouw Ashna. U krijgt van een mevrouw van leiding 5, die op 29 december 70 jaar wordt. Ijon mevrouw op het huis Chaur, Deskilo. U krijgt ook een deken van haar, alstublieft. En u krijgt ook een enveloppe van deze mevrouw met 200 SRD. Op 29 december wordt zij 70 jaar, dus deken, rijst, enveloppen. Dan een prachtig pakket hier. Op het huis e-donateur, ook een naam is per likhal. Maar ook een andere media mee, maar op een deel is het heil. Haar ego kerstkaart met voor u en voor uw zus. Ook een prachtige tekst daarin, alstublieft. Mevrouw K. Jadunat Narain, 86 jaar, ja, uit Nederland. Mevrouw K. Jadunat Narain, op het huis, ik envelop met 400 SRD, alstublieft. En uit Nederland Spijkenisse, ja, Nederland Spijkenisse. Mevrouw Balsing Siumangel, ja, Nederland Spijkenisse. Balsing Siumangel, 500 SRD, alstublieft. Kusmate bole, sabdonaturke. Sabdonaturke, boon dan laat willen wij. Maar ik ben gestor bij. En toen had ik het een probleem. Ja, meneer Sanjay, en namens zijn zus laat hij dan ook elke donateur van harte bedanken. Hij geeft eraan, als Stichting Jipide er niet was, wist hij niet wat hij er zou moeten doen. Maar daaraan vul ik gelijk daarachter, is niet alleen Stichting Jipide. Je hebt donateurs naar gehad, dan zouden wij dit niet kunnen doen. Maar namens alle donateurs, meneer Sanjay, en ook uw zus, ik fijne kerstdagen. Ja, fijne kerstdagen. Mama, ik heb weer fijne kerstdagen. Ja.
ook mevrouw Matura en haar zoon willen we met de kerstdagen blij maken met een van de pakketten van de anonieme donateur, die dan ook gelijk een prachtige kerstkaart met een tekst heeft gestuurd voor mevrouw Matura en haar zoon. Verder hebben wij een anonieme donateur van de leiding 5 en deze mevrouw, die is er op 29 december, wordt ze 70 jaar. En in dat kader heeft ze dan gedoneerd een zak rijst van 10 kilo. Pracht van een deken voor mevrouw Matura. Want mevrouw Matura die houdt er van mooie dingen. En ook nog een enveloppe met 200 SRD. En dat is namens deze 70-jarige mevrouw. Verder krijgt mevrouw Matura van mevrouw Ashna een kerstbrood en ook wenst mevrouw Ashna haar fijne kerstdagen toe. Mevrouw Mila in verband met de feestdagen. Ja, mevrouw Mila in verband met de feestdagen 300 SRD. En van een mevrouw die anoniem wenst te blijven, een anonieme donateur, 500 SRD. Kusmate bole, mevrouw Matura? Oké, namaketje wel. Ik een naam ba, mevrouw, naam naam hang je op, gewoon bolle tante ze, gewoon bolle tante ze. Ja, een tante, heb een hambouw, dan bad bati, kerstbrood, bediklakken, zout, een pakket. Ik ben heel blij tante, een mooie kerst op een vierak karje. En om toen niet te jaman dien ba, dat op een vijari mooi kaip pia. En dan ben je aan te bij pijtje aan het aan moe, die pijtje aan het morgen urge bietintje. En dat waar ik kaip pia tante, toen moe bane je aan moe banabe. Achter tanda moest rijden, moest ik er fira karen. Fijn ori jari keroet, dekhi ganen bhaiya aavechina. Achter. Wat ik ook gelijk wil benadrukken, u ziet het, de zoon die heeft een pracht van een stijl aan, een mooie trui met een korte broek. Dat is ook een donatie geweest van een donateur die we van hieruit willen wijzen dat het allemaal goed wordt gebruikt, de trui en de broek voor de zoon van mevrouw Matura. En mevrouw Matura die had ook een pracht van een pakje gehad van deze mevrouw uit Nederland. En ook zij heeft het speciaal aangetrokken om te wijzen dat ze het allemaal heel goed gebruiken. En ik denk dat een dergelijk gebaar de donateurs ook goed doen om te wijzen, toch mevrouw Matura? Tante ze bolde. Tante, dat dan kaparwat u pathaila. Nyala koga langa maar. Ham pahle tambali chitte tatu dekhiya tatu breeti reya. Ti mafra matura at natet pahini chya. Le fartek lagli slepar pahli. Ma betawa bhi slepar pahli. Man hei blay acha tante mohit rahiya. Antaka bahut choti la andar kerwar. En terwijl wij ook zo de pakketten verdelen voor die we hebben gehad van de verschillende donateurs, hebben we ook voor mevrouw Bhagelo gekozen, omdat het jaar 2022 absoluut geen makkelijk jaar is geweest voor het gezin. Deze mevrouw heeft haar zoon verloren en kort daarna ook haar echtgenoot die in een rolstoel was. Dus we weten dat het voor het gezin een niet makkelijk jaar is geweest en we hopen met dit gebaar toch wel enig licht te brengen, het kerstlicht te brengen in huizen Mahabir Singh Bhagelo, zodat zij en vooral de kinderen, want zij hebben hun vader verloren, dat deze kinderen toch met plezier kunnen omkijken naar hun kerst. Zo krijgen zij dan van een anonieme donateur een prachtige mandje met heel veel spullen erin en van dezelfde donateur, die krijgt u dan een kaartje met een tekst daarin. Alsjeblieft, dat krijgt u van de donateur. De naam van de donateur staat hier, maar dat is voor u bestemd. Ja, hij wil anoniem blijven. Van Julfen en de directie en personeel van Julfen, moeten wij ook van harte bedanken voor het jaar 2022, omdat zij ons het hele jaar door hebben ondersteund. Zonder hun bijdrage zouden wij het niet kunnen doen. Dus vandaar dat we hun dan van harte bedanken voor hun ondersteuning naar Stichting Jipide. En ik zei het al, pak kippenboot en ook een zak rijst van 10 kilo. Dat krijgen zij dan van namens directie en personeel van Julfen. Namens mevrouw Ashna, een kerstbrood voor jullie, alstublieft. En u krijgt namens de heer en mevrouw Anand Ramdharas, ja,
De heer en mevrouw Anand Ramdharas krijgt. En meneer Anand is 50 jaar geworden. Zijn dochter Drishti is 15 jaar geworden. En ze zijn ook meneer Anand en zijn echtgenote zijn 24 jaar getrouwd. En dat allemaal op 21 november van dit jaar. Dus drie belangrijke momenten in het leven van het gezin. De verjaardag van meneer Anand, 50 jaar. Dochter Drishti, 15 jaar en 24 jaar getrouwd. Van hun krijgt u 500 SRD, alstublieft. Van een mevrouw die anoniem wenst te blijven. Ja, voor de feestdagen, 500 SRD, alstublieft. En van mevrouw K. Jadunath Narayan uit Nederland. Ja, mevrouw K. Jadunath Narayan uit Nederland. Ze is 86 jaar, 400 SRD, alstublieft. Wilt u wat zeggen aan de donateurs? Ja, iedereen heel hartelijk bedankt. En de jarige gefeliciteerd. En iedereen, dus getrouwd ook. Ik ben erg blij. Ze is getrouwd en ze kijken naar ons. Ik ben erg dankbaar. En ze gaat ze kooi kozeren. Dat zijn allemaal uw medicijnen? Jawel. Hoeveel moet u innemen per dag? Deze moet ik twee keer nemen. Die hoge bloed neem ik alleen smiddags. Die reuma neem ik ook. Dus toch wel een aantal medicijnen. Ja, jongeman, wil je de mensen kerstboodschap geven? Ja, meneer. Dank je wel iedereen. En hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, en prettige kerst. En prettige kerstdag. Ja, jullie ook prettige kerst. Dank je wel, meneer. Prettige kerst. Ik ben heel blij dat ik heb dat mijn adi dingen gekregen van jullie. Dat is goed. Ja, dat hebben de donateurs gedaan. Ja, dankjewel. Mevrouw Jinko, die krijgt er ook een pakket van de donateurs die we hebben gehad. Maar waarom ik dit toch extra wil benadrukken, om de mensen aan te geven die soms denken dat hun gebed niet gehoord wordt. Nou, gebed heeft heel veel kracht. En dit is het bewijs van mevrouw Jinko. Ze heeft ons heel lang terug benaderd. We hebben haar huis toen gefilmd. U ziet het in welke staat het verkeert. En mevrouw Jinko, die nog samen met een zieke zus woont, zij is niet in staat om zelf haar huis te renoveren. Maar Stichting Roemas, daar ziet u dan de auto van Stichting Roemas, God in actie. Zij zijn nu bezig een pracht van een huis voor haar neer te zetten. Maar op een ander moment zullen wij u dat allemaal in beeld brengen wanneer het huis dan is afgebouwd. U hebt heel lang gebeden, mevrouw Jinko, dat weet ik van u. Elke keer wanneer ik hier kwam, zei u laat alles in handen van God. En u ziet het, uw gebed is verhoord geworden. Dus het jaar 2022 is toch een jaar geweest waar er vorderingen zijn. En in 2023 hopen wij dus dat u in uw nieuwe huis mag gaan. Ja, gebed is het wapen. Ik wil al de mensen zeggen, geef niet op. Ga in gebed op je knieën en begin te bidden en roepen tot God. Want hij is een levende God, hij is een waarachtige God en hij is de antwoorder. Terwijl bij Guinness weet dat ik al lang geleden heb gebeden, echt met vol hart. Ik heb God geroepen met vastende biddende. En het is al begonnen, achteraf is al begonnen. Begin januari gaat het klaarkomen, dan gaat het beginnen huis. En geloof ik dat het huis gaat volgend jaar ook klaar zijn. Door mevrouw Riemas. Ja, mevrouw Emmy Hart is dat. Goed, we zeiden al, wanneer het zover is, zullen we dat allemaal komen filmen. Maar we zijn er hier vandaag als Stichting JPD, mevrouw Jinko, en we hebben er wat kerstgeschenken voor u. Zo krijgt u een prachtig pakket daar in een mandje. En dat is dan van een ondernemer, maar hij wenst anoniem te blijven. Van hem krijgt u een prachtige kerstkaart met een tekst daarin. Dat is dan van deze donateur, die in feite zijn naam niet wil prijsgeven. Maar we bedanken hem voor zijn donatie. Verder krijgt u namens directie en personeel van Julven een zakreis van 10 kilo. En ook nog een pak kippenbout die daar achter u is. Dat is van Julven Groep aan de Quatta. Van mevrouw Ashna krijgt u voor de kerstdagen ook nog een kerstbrood. En van een
mevrouw uit Amerika, dat is mevrouw Karin Wanner, krijgt u 2 nieuwe polo shirts voor de feestdagen. 1 voor u en 1 voor uw zus. En dan hebben we een anoniem heer die doneert in verband met de kerstdagen. Ja, een anoniem heer in verband met kerst, 400. De heer en mevrouw Anand Ramdharas. Meneer Anand Ramdharas is op 21 november 50 jaar geworden. Op dezelfde dag is zijn dochter Drishti 15 jaar geworden. En op dezelfde dag is hij ook 24 jaar getrouwd. Dus de datum van 21 november is zeer gezegend voor meneer Anand Ramdharas 500 SRD. En van mevrouw K. Jadunath Narayan, een 86-jarige mevrouw uit Nederland. Van haar krijgt u voor de kerstdagen 400 SRD. Wil u wat zeggen aan alle donateurs? Graag, bij Ganesh. Alvast wil ik jullie hartelijk bedanken. En wens ik succes in jullie leven. Een gezegende kerstdag bij de Bahai. En wens ik dat God mogen jullie kracht geven. Heel veel kracht. En een gezegend leven. Zodat deze werk mogen jullie doorgaan. Tot volgende jaar, volgende jaar, volgende jaar. En wens ik, hoe lang gaat jullie leven, wens ik succes in jullie leven. Een echte een kracht van God. En gaat u door met deze werk. Want geloof ik, dit is een beloning van u. God gaat jullie beide belonen. Hij is een volliefde God, hij is een lieve vader. En hij is een goede God. En al die donateurs die heeft me gegeven. Ik ben heel zeer dankbaar hart heb ik. Ik had niet verwacht dat ik ga zoveel zegen krijgen. Maar door God heb ik deze zegen gekregen. En al die mensen die hebben me gezegen, wil ik ze zeggen. Hartelijk bedankt voor jullie alle zegeningen. En wens ik succes in jullie leven, kracht van God. En als jullie harte verlangens van u, gaat u door met deze goede werk. En geloof ik dat al die poorten van hemel gaat het open. En u zal alle zegeningen gaat God jullie geven. Dat is de waarheid wat ik zeg. Want in mijn leven heb ik gezien. En geloof ik. En ga ik ook bidden zodat jullie leven mogen stralen. En doorgaan deze werk. Dank u wel voor uw geweldige woorden, mevrouw Jinko, het doet ons allemaal goed dat u ook blijft bidden voor Stichting Jepide Yata, zodat we door kunnen gaan met het werk. En dat u ook bidt voor de donateurs, zodat ze blijven doneren. We wensen u en uw zus hele fijne feestdagen. Hartelijk bedankt, Bhai Ganesh en Bhai Rajbir. En vieren jullie lekker. Mooi zo vieren, kariapan, gezellig zijn. Koi doei baat boli. Nou, moet je ook iets horen, die ook maar wel gehad. Is goed, dank je. Ja. Wanneer wij van Stichting Jepide binnen stappen bij oma Sabayo, weten we niet dat pas een week geleden haar echtgenoot is overleden, opa Sabayo, op 76-jarige leeftijd. We wensen oma, dus heel veel sterkte oma. Ja, u was er altijd samen met hem, dus ik weet dat het heel zwaar voor u is. Maar Gods genade zal u kracht geven om ook hierover, over deze periode te gaan. Hoe lang bent u met hem gebleven? Hoe lang was u met hem? 78 jaar. Ja. Nee. Hoe lang was u getrouwd met opa? 50 jaar, 60 jaar? Ik had 17 jaar. Mm. En opa had 30 jaar. Mm-hmm. Ja. Het is bijna, ja, 48 jaren. Ja, kent u hem dus. Ja. Dat is toch een hele mensenleven. Ja. Maar ik hoop dat u toch stil blijft bij de mooie momenten samen met hem. Ja. En dat zijn ziel in vrede mag rusten. We gaan naar de kerst, oma. En we willen niet dat u alleen kerst dus viert. We hebben wat spullen voor u meegenomen. Zodat u toch wat hebt voor de kerstdagen, ja? Zo krijgt u dan van deze donateur, ja. Hij wil zijn naam niet, is een ondernemer, maar hij doet het uit zijn hart en heeft een kerstkaart voor u gestuurd met daarin een tekst voor u. U krijgt verder van Julfen, directie en personeel van Julfen, een zak rijst van 10 kilo
En u krijgt ook een pak kippenbout. Ja? Dat krijgt u dan van Julfen. U krijgt van mevrouw Ashna een kersbrood, alstublieft. En u krijgt van mevrouw Karin, omdat u in de rouw bent, geef ik u een beetje meer donkere kleur. Dit krijgt u van mevrouw Karin, een nieuwe trui van haar. Ja, ja. En u krijgt van een heer. Hij wenst anoniem te blijven. Maar hij doneert dit in verband met kerst, zodat oma toch nog wat kan kopen. 400 SRD. Ja, Martin, Joaquin en Shenairo uit Nederland. Ja, Martin, Joaquin en Shenairo uit Nederland. 400 SRD, alsjeblieft. En van de 86-jarige, mevrouw K. Jadunat Narayan uit Nederland. Ja, mevrouw K. Jadunat Narayan uit Nederland. 400 SRD. Oma, ben je wat aan het doen? Ja. God is blessed allemaal. Die zijn wat lekkers voor me. En zodat ik de liefde. God is de kracht, gezond en wijsheid. Ik bedank alle voor dingen. Ja. Ik wilde nog. Mijn vrouw samen moest dat. Ja. God is de naam. Ik weet niet, zoon is niet gekomen? Hij is gekomen, ja. Okay. Hij gaat weg. Dan gaat hij alleen blijven nu? Ja, ik ga alleen blijven. Ja, hij gaat 3 januari, ik had hij weer in de bos. Okay. Ja, hij bleef niet vaak. Ja. We zijn zoveel keren bij u geweest, we hebben hem nooit gezien. Ja, toch? Wanneer we komen is hij dan op zijn werkplek. Maar goed, oma, hou u sterk en ik zou u zeggen, fijne feestdagen. Ja, bedankt. God bless you. God bless Amanda Tito. En alle deze die zijn wat lekkers give me. God bless Allah voor den. Me bedank den. Zonder God, no wal libisma ne dubu. Na bu ati libisma den. En me bedank den. God see you den a kerstdag, you see. Deze nyawa pisbrede na a kerstdag, you see. Mi bedank de hartelijk. Mi pot de allemaal in gado anno. Bika zonder gado wine libi. Wi libi no de ne wi anno, adini na papa anno. Ja, en zo mi bedank allemaal. Mi bedank allemaal, mi bedank. Ja, je zag van mi praxe, je die appa dede. Mi tak mi no sap. Anna tak mi no av, je bel sani. Heer Smelts, opa Smelts, we zijn er weer tegen dat periode van het jaar wat we kennen als kerst. En van een aantal donateurs hebben we wat kerstgeschenken gehad. Zo beginnen we dan met de truien voor u, dat u krijgt van mevrouw Karin Wanner. Is een mevrouw helemaal in Amerika, maar met haar hart in Suriname. En voor de feestdagen stuurt ze 2 prachtige truien voor u. U krijgt van een anonieme donateur, deze meneer wenst zijn naam niet, maar mandje met heel veel spullen, lekkernijen en andere zaken die u kunt gebruiken voor de feestdagen. Dat krijgt u van hem en ook een kerstkaart met een kerstboodschap, alstublieft. U krijgt van de Julfen Groep, geen onbekende, een pak kippenbout en ook nog een zak rijst van 10 kilo. En van marktmeester Gautam Dhanai krijgt u groentepakket. Dan is uw kerst een beetje compleet met vlees, rijst en groenten. En als er wat ontbreekt, dan mag u van meneer Soekdeel iets gaan kopen in de winkel, want hij geeft aan u een enveloppe met 1000 SRD, alstublieft. En u krijgt van mevrouw K. Jadunat Narayan, is een mevrouw van 86 jaar die in Nederland woont. En van deze mevrouw krijgt u 400 SRD, alstublieft. Wilt u wat zeggen aan alle donateurs en had u ook voor allemaal een kerstboodschap? Ik dank alle donateurs die mij wat gegeven heeft, pakketten, terwijl het geld, bid ik de Heer dat deze personen, de Heer Jezus, zegenen allemaal.
en hun kinderen en kindskinderen. En ik wens hun een vrolijk kerstfeest. Door deze feestdagen hoop ik dat het goed gaat met hun. Dat is mijn. Ja, ook aan u, opa Smelt, gezegende kerstdagen. Ja? En dat u toch het licht van kerst mag verwelkomen in uw leven, maar ook in uw huis. En dat zien we u binnenkort weer. Ja? Dank u wel. Meneer Gunnar, ik versteer u. Ik heb ook een heel jaar. Je bent een heel jaar. Ik ga het ook zeggen. Ook bless u. Ook dan bescherm u. Omdat ik ook zo heb, dan ga ik het ook doen. We kiezen beschermen en tapen u ook. Tapen u ook. Tapen u gezet. U vroeg een keer een grampje. Je bent een last. Ik ga het ook bless u. Zeggen u. Want. God will love you. I'll send you a day or something. God will love you. And we do a boom loco. And you know, you're not man for the job. You're not going to. Yeah, nee. Dank u wel, opa. Okay. Dank u wel. Meneer Mahabir en gezin, die krijgen in verband met het kerstfeest van mevrouw Rajkumari Manichand Rampersad, die 80 jaar is geworden. Ja, mevrouw Rajkumari Manichand Rampersad, 80 jaar. Sowieso overhandig ik dit alvast aan hem, symbolisch. Dat is kaas met kerstbrood. En de rest van de goederen, die zitten dan daar in de grote tas. Verder krijgt hij van deze mevrouw ook nog een pak. Dus pakket met levensmiddelen, een pak kippenbout, rijst van 5 kilo, toiletpapier, een baal en pampers voor meneer Mahabir. Verder groenten van marktmeester Gautam Dhanai en 2 polo shirts van mevrouw Karin Wanner. En dat voor de feestdagen. En namens alle donateurs moet ik meneer Mahabir ook een hele fijne kerst toewensen van familie Soekdeel, ja, van familie Soekdeel, 1000 SAD, meneer Mahabir, ja. En voor mevrouw K. Jadunat Narain, deze mevrouw is 86 jaar, woont in Nederland, 400 SAD. En voor de mensen die het niet weten, u ziet het, loopkruk van meneer Mahabir. Meneer Mahabir, die is getroffen door een beroerte, als gevolg waarvan hij dus nu niet kan werken en heeft er kleine kinderen om voor te zorgen. Dus met deze donatie hopen wij dat de familie toch de kerstdagen wat makkelijk kan doorlopen. Kusma Tebole, meneer Mahabir. Nou, dan wat deel is op kerst. Het is een prachtig oud jaar, nieuw jaar. Meneer Mahabir, laat bedanken. Ik wacht op dat. Ja. Meneer Mahabir laat bedanken en wens de mensen alvast prettige kerst, maar ook een gezegend oud en nieuw jaar. En dan krijgt mevrouw Soerdien en zoon, die krijgen dan ook wat kerstgeschenken mee. En zo krijgen ze dan een zak rijst van 10 kilo en een deken en ook nog een enveloppe met 200 SAD van een mevrouw. Zij wenst anoniem te blijven, maar ze is van leiding 5 en op 29 december wordt ze 70 jaar. Dus van haar krijgt mevrouw Soerdien een deken, een zak rijst en ook nog een enveloppe van marktmeester Gautam Dhanai, groentepakket. Van mevrouw Karin Wanner krijgt ze 2 truitjes, 1 voor haar en 1 voor de zoon voor de feestdagen. En ook nog een kerstbrood van mevrouw Karin. Dat is namens mevrouw Karin Wanner, dus truien en kerstbrood. En van een anonieme donateur een heel mooi kerstgeschenk met nog alles en nog wat erin. En ook nog een kerstkaart met een kerstboodschap voor moeder en zoon. Verder krijgt mevrouw Soerdien van mevrouw Mila in verband met de feestdagen. Ja, mevrouw Mila in verband met de feestdagen 300 SRD. En van een
donateur in Nederland. Deze mevrouw wenst anoniem te blijven, maar doneert met alle liefde voor mevrouw Sourdine een enveloppe met 1000 SAD. Kusma Tebole, sub donateurke. Kusma Tebole, dank u wel. Ja. Prettige kerst aan u, mevrouw Sourdine, door Betwak Abi. Fijne kerstdagen. En ik hoop dat jullie dit allemaal heel goed kunnen gebruiken. Tja, nogmaals, namens alle donateurs, prettige kerstdagen. Na lange tijd weer bij mevrouw Marie, die we ook graag willen blij maken met de feestdagen. Omdat wij weten hoe belangrijk ook het kerstfeest voor haar is als christen. Dus vandaar dat we haar dan ook geven een van de pakketten van een anonieme donateur. En dat is dan dat prachtig pakket daar in dat mandje. Ja. Dat krijgt u van een ondernemer. Hij wenst anoniem te blijven. Maar van hem krijgt u ook een prachtige kerstkaart met een tekst voor u. U krijgt verder groenten van marktmeester Gautam Dhanai. Dat is daar. En u krijgt van een mevrouw die op 29 december 70 jaar wordt. U krijgt van haar een zak rijst van 10 kilo. U krijgt een deken. En u krijgt ook een enveloppe van deze mevrouw, alstublieft. En u krijgt ook nog dit, de twee truitjes dat u daar hebt. Krijgt u van mevrouw Karin uit Amerika. En ze wenst u ook prettige kerst. En van haar krijgt u ook een kerstbrood, alstublieft. En van familie Soekdeel aan de Quatta, ja, familie Soekdeel aan de Quatta, krijgt u 1000 SRD. Alsjeblieft, wilt u wat zeggen aan alle donateurs en had u ze ook gelijk een kerstboodschap voor ze? Ik bedank allen die mij hebben, die me gesponsord hebben. En mogen de Almachtige hun het dubbele, het veelvoudige, maar vooral in gezondheid wedergeven. En had u ook een kerstboodschap voor ze? En ook aan hun wens ik een zalig kerstfeest, een voorspoedig nieuwjaar en een fijne jaarwisseling. Eens gelijk voor u, mevrouw Marie. Ik hoop dat u hiermee toch allemaal goed kunt gebruiken voor de komende feestdagen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer prettige feestdagen. En graag tot een volgende keer weer. Aan u beiden dank ik dat u nog tijd, nog moeite gespaard heb en dat u tot aan huis bezorgd hebt. Mogen de Almachtige u ook zegenen en gezondheid geven. Dank u wel. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yippide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Wij bedanken achtereenvolgens de anonieme donateur voor zijn kerstpakketten, mevrouw Rajkumari Manichand Rampersat, die er 80 jaar is geworden. Een anonieme mevrouw die op 29 december 70 jaar wordt. Ze is er van leiding 5, commissaris Wijtingweg. Stichting De Doorbraak van meester Vient. Joel van Groep aan de Quatta voor hun donaties. Marktmeester Gautam Dhanai. Een donateur van de Andira Straat voor hun kerstpakketten. Mevrouw Karin Wanner en vrienden uit Amerika die gedoneerd hebben. Wij bedanken allen u van harte voor uw donaties. Wenst u in contact te treden met Stichting Yippide, dan kunt u bellen op de telefoonnummers 857-347, 857-347 of 87-493, 87-493 op het kantoornummer 43-99-23, 43-99-23 of u loopt er persoonlijk langs aan de Kokobiakoweg 48. Makkelijker is er ook om te doneren via onze bankrekeningnummers. We hebben er een US dollar, euro en SRD bankrekening waar u dan uw donaties kunt doen. Nogmaals, alle kijkers, alle donateurs, zonder jullie ondersteuning zouden wij dit niet kunnen doen. Vandaar dat we jullie bedanken. Dat is het enige wat we kunnen doen. Bedanken, bedanken en bedanken voor uw ondersteuning. We hopen dat we eenzelfde ondersteuning mogen blijven krijgen voor 2023.
Nogmaals een zalig kerstfeest aan u allen toegewenst. Wij bedanken verder cameraman Raj Mahangu, Sunny Rambali voor de editing, de dames Supraya, Rishma en Arti van de administratie, directie Kenneth en Marijke Rambali voor hun ondersteuning aan Stichting Yipide. Ik ben Ganesh Vijay en nogmaals zalig kerstfeest. Gelukkig een zalig kerstfeest. En ja, wij hebben er nog een laatste uitzending van Yipide te doen. En daarna moeten we dan elkaar groeten voor het jaar 2022. Maar dat is dan pas volgende week. Bedankt voor het willen kijken.